sluiten als je wil. Nee, plaats dat. Had je het een beetje kunnen vinden? Ja, dat was prima. Ik wou ook in Groningen, dus dat is maar in de buurt dus? Ja. Had je misschien ook zin in een glaasje drinken? Ja, leuk. Ja, dat moeten we eens drinken. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik zal even iets eerst over mezelf vertellen. Ik ben Vera Floris, uw diëtist. En ik werk al zo'n 5 jaar in deze praktijk. En ik kom ook uit Groningen. Ja. Dus ik zal van u vragen of u ook wat over jezelf wil vertellen. Nou, ik ben Klaartje Rozenboom. Ik ben 35 jaar. Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. En ja, ik woon ook in Groningen. Oké. En uw kinderen, wat is de leeftijd van uw kinderen? Ik heb 2 meisjes en de jongste is 3. Oké. En de andere is 6. Oké, dus 2 jonge kinderen. Ja. Ja, leuk. Ik wil graag zou even vertellen wat het doel is van het gesprek. Dit is een kennismakingsgesprek. Ja. En het zal niet langer duren dan 10 minuutjes. En het doel van kennismakingsgesprek is dus om wat meer te weten over, over uw leven en uw eetpatroon. En daarna maak ik een volgafspraak, maar dat komt straks ter zake. Ja. Maar het is gewoon even een kennismaking. Even ook voor mezelf prettig. Dus dan gaan we ook nu verder gaan. U bent getrouwd, zei u toch? Ja. Ja. En uw man, wat voor werk doet uw man? Mijn man is piloot en hij is veel weg. Hij is soms een paar dagen thuis en dan is hij zomaar 3 weken weer weg. Oké. Okay. Dus ja. Goed, dus uw man is veel op pad. Ze doet veel zelf. Ga je daaruit? Of ja, ik sta alleen voor de zorg voor de kinderen. Oké. Okay. En ja, dat doe ik eigenlijk. Omdat ja, mijn man heeft zo'n schema dat hij dat gewoon niet kan. Nee, kan en voorstellen. Ik heb ook geen werk. Dus er is geen werk erbij. Nee, ik ben huismoeder. Nou, goed. Dan wil ik graag even weten hoe uw dagelijkse eetpatroon eruit ziet. Ja, nou, ik zorg dat die kinderen altijd goed eten, maar ja, en dat ze gewoon alles voldoende binnenkrijgen. Maar ik, ja, zelf let ik er niet zo op. Dat schiet me vaak te binnen en dan neem ik even snel iets tussendoor. En vaak is dat niet heel gezond. Nee. En ik ben ook vaak alleen. Dus ja, dan zit ik s'avonds op de bank en dan denk ik, laat ik maar wat lekkers nemen. Of neem ik chipjes en dat soort dingen. Dus de zorg voor jezelf schiet een beetje bij je. Ja. En dan kiest u gauw de weg. Om het makkelijkst te eten, begrijp ik. Oké. Okay. Goed. Ik had via de huisarts een verwijsbrief gekregen, dus vandaar dat ik even vroeg hoe het patroon uitziet. Maar dat u dus graag wilt afvallen. Ja. En wat zijn precies uw verwachtingen? Wat wilt u precies bereiken? Ik heb na mijn tweede zwangerschap ben ik zoveel aangekomen en ja, dat wilde er gewoon niet meer af. En nou, dat is alleen maar doorgegaan. En daardoor heb ik heel veel last van mijn knieën gekregen. Ja. Dus ja, ik denk dat het gewoon overgewicht is en ik wil het gewoon kwijt. Ik voel me gewoon niet zeker en ja, gewoon niet prettig. Nee, ik kan me voorstellen, vaak na een tweede zwangerschap of een derde, dat hoor ik gewoon vaker, dat de kilo's die erbij zijn gekomen, dat het gewoon lastiger is om die kwijt te raken. En in uw geval is het dus steeds een beetje erger geworden, zoals ik het begrijp. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De pijn in de knieën, dat is inderdaad een veel voorkomende klacht bij mensen die in één keer gewoon wat zwaarder zijn geworden. Verder hoeft u zich daar geen zorgen over te maken, want wij maken een mooi schema voor u, zodat de kilo's eraf kunnen. En, ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt. Ja. Staat u er zelf ook goed in? Weet u zeker dat u er echt voor wilt gaan? Ja, ik wil het gewoon heel, ik weet het gewoon zeker dat ik er echt voor wil gaan. En ik wil gewoon die kilo's kwijt. Waardoor ik geen pijn meer aan mijn knieën heb, maar dat ik zelf ook gewoon een prettig gevoel. En dat ik niet om mijn kleding hoef te denken. Nee. En, ik zou me er gewoon een heel stuk zekerder van voelen.
Ja, dus je wilt gewoon het bereik gewoon een paar kilo's eraf, zodat hij zich weer wat lekker in je vel voelt. Ja. Gewoon weer voor je gevoel even weer andere kleding kunt dragen. Ja. Oké. Dus zoals ik begrijp hebben we besproken dat we na je zwangerschap bent natuurlijk veel aangekomen. Zijn er nog wat kilo's bijgekomen en het is er niet gelukt om het zelfstandig op je oude gewicht te komen. En de zorg voor kinderen, dat is erg druk. En ik krijg last van mijn knieën erbij. Ja. Oké, nou, dat is voor mij duidelijk. Dan ga ik daarmee aan de slag. En als je wilt, kunnen we dus een vervolgafspraak maken. Ja, nou, dat zou ik graag willen. Ja, goed, dan gaan we hiermee door. Heeft u nog vragen? Nee, nou, niet echt. Alles is wel duidelijk. Ja. En, Nou, mocht er nog iets te binnen schieten, kunt u altijd bellen of voor de afspraak aan, hoor. Dat is geen probleem. Dan zullen we even een afspraak maken. Ik heb een kaartje erbij. Voor wanneer komt u het beste uit volgende week? Is er een bepaalde dag dat ik zeg, dan kan ik echt niet? Of? Nou, in de ochtend is voor mij het beste. Oké. Mijn kinderen, die kan ik of naar de crèche brengen of wat dan ook, dus ben ik gewoon vrij. Ja, dat is goed. Dus donderdag zoiets. Goed, dat is geen probleem. Ik zal even kijken wat voor tijdstip mij dan het beste uitkomt. Even kijken. Zullen we wat een uurtje van 9:30 doen? Zet ja, dat is goed. Oké, goed. Dan doen we dat. Dit is een kaartje. Het telefoonnummer staat erop, dus mocht er wat zijn, je kunt altijd bellen. Is goed. En dan zie ik u dan in elk geval volgende week. Oké, dank u wel. Goed, een fijne dag verder. Oké.